Ja, ja, op hoogtevrees wanneer het je uitkomt. Juist, en dan verder naar boven. Goed zo. Hey, hij is dicht. De Mac is dicht. Dit is Tom. Hey, hallo allemaal, welkom zo nieuw vlogje hier op Koetsaai. Hey, hallo allemaal, wat gaan we vandaag doen? Ik ben de baas. Jij wordt vandaag de baas, hè? En wat wil je dan vandaag allemaal gaan doen? Ik had gezien dat Alicia Jason geklommen hebt. Dus ik wil graag klimmen. Oh ja, dat klopt. Ja, dat hebben we gedaan, hè? Toen was Alicia de baas. Die koos voor klimmen. En dat heb jij gezien op Koet Live. Ja. Dus jij wil ook graag klimmen. Ja. Moet jij niet iets eerst eten? Ja. Wat dan? Chocola. Ik ben de baas dus. Gaan we chocola eten? Nou, ik zou zeggen, pak maar uit de snoepkast chocola. Ik heb chocola. Oh, dat is een heel weinig chocola wat je uitkiest, hè? Is dat genoeg voor de hele dag? Maakt niet uit. Ik pak zo toch wat uit, dus ik ben de baas. Waar ga je heen dan? Waar ga je heen dan? Naar buiten. Wat gaan we doen dan hier? Klimmen. Gaan we klimmen? Ja. Oh, we gaan nu al naar klimmenpark. Ja. Nou, dan moet ik de sleutel pakken van de auto, jong. Ik ben de baas en ik pak voor. Hier moeten we zijn. Oké, dan gaan we hier naar binnen. Ga maar. Dat is met koe. Wat dan? Dat is dikke. Ditte? Ja. Maar mag zeggen, ik dat doen? Jij mag dat ook doen. Dat is daar. Ja? Dat is een glijbaan. Mag je ook doen. Ga je jas ophangen. Kom maar. Waarom gokkasten? Zijn je dat al? Nee, dit zijn arcadekasten. Want we zijn zometeen aan de beurt over 15 minuutjes. Nee. Ja, maar dit zijn oude arcadekasten. Het zijn zeg maar een soort PlayStation van vroeger. Want vroeger had je geen PlayStation thuis, dan konden wij niet betalen. En had je zulke grote kast in een hal staan, dan noemen ze arcadehal. Mooi hoor. Wil je een keertje Pac-Man spelen dan? Nee, je kan er niet in. Wat is dat dan? Dat is gewoon design. Het is gewoon zo gemaakt, vonden ze mooi, denk ik. Ik weet niet precies. Wil jij een keertje spelen met Pac-Man? Nee. Nee, oké, jij bent de baas. Papa, ik wil deze doen. Ha. Goed bezig, joh. Goed bezig, joh. Ja, je hebt gewonnen. Je hebt gewonnen. Yes. You win. You win. Kussen op de automaat. Hier, hoppa. Wat dan? Wat dan? Wat heb je voor gedaan dan dat je afgaat? Ja, Jane is ook een baas, hè, met dat ding. Ik heb verloren. Ik zo goed ben. Ja, jij bent slecht hoor. Ja, inderdaad. Even jammer, ik genoeg wel gelijk in. We gaan beginnen. Krijg je eerst een videootje te zien. Kijk, alles ligt al klaar. Weet je wat nou makkelijk is? Kan ik je zo hier oppakken? Dan til ik je zo op. Zo. Ai! Ah! Ah! Dan kan ik je zo overal neerzetten. Zo. Makkelijk, hè? Als allereerste rent hij natuurlijk naar die dropslide. Mijn schoentjes uittrekken. Goed uittrekken. En dan een pakje aan. Een blauwe pak. Ik ben in de lucht aan het blijven. Hey. Is er iemand thuis? Ja. Ja. Hey, je lijkt wel Toad van Super Mario. Goed blijven vasthouden, hè? Je gaat 10 meter hoog, hè? Blijven vasthouden, hè, jong? Blijf maar vasthouden, ja. Kijk eens. Bij de 10 meter, ja. En dan gaat hij weer voor de tweede keer. Oh. Dat ging niet weer voor de tweede keer. Wat doe je? Wacht, de volgende. Wat gebeurde er? Je liet in één keer los. De tweede keer durf ik niet bij de 10 meter. Durfde je dan niet meer? Waarom niet? Ik denk als ik dan uit de baan vlieg. Nee joh, je vliegt toch niet uit de baan? Dat doen veel hogere glijbanen altijd. Hé, hey, wat moet ik daar in Egypte met jou? In dat grote waterpark met 30 waterglijbanen. Durf je dadelijk nergens vanaf? Ja. Ja? Maar ik ging bij de eerste wel tot 10 meter. De Dark Tower. De Dark Tower. Ga je in het donker ga je klimmen. Wil je even helpen?
Het is dus een donkere toren in Black Light waar je rondom moet gaan klimmen. Echt? Boven zit een knop, als je die aanraakt heb je gewonnen. Oei. Druk op de knop, dat red je. Oké, touw vastpakken en naar beneden laten vallen. Goed zo. Goed zo. Licht, au, dat is de camera. Dan moet je niet een keer tegen de muur afzetten als het niet nodig is. Hey, ik heb het wel gehaald. Ja, high five. Ik was helemaal tot de dag. Dan gaan we de volgende doen. Of niet, wil je deze nog een keer doen, baas? Nee. Wat jij wil? Deze vind ik wel leuk. Ga je nou deze doen, baas? Ja. Maar die is moeilijk, hoor. Dat is geen makkelijk klimtoestel, dit. Ik ga hem omhoog. Hoe kan dit? Hoe kan dat dan? Een stukje in de kratten. Hoe kan dat dan? Kijk, dat is super hoog. Nee, mama houdt je vast. Kom, wat gaat het aan? Nee. Ja, zeker wel. Ik had je eerder nog vast. Je hebt meteen verpest. Hij wil niet meer. Papa, wil je mij helpen? Omdat ik vandaag de baas ben, hè, jong? Of ik het alleen moeten. Ja, en dan wordt het een probleem, hè? Ja. Ja, want dan heb ik niet zulke lange armen. Go, go, gadget arms. Hey. Dus hier moet je alleen doen. Ja, kijk, en dit is zijn zwakke punt. Evenwicht. Klimmen kan hij als de beste, maar evenwicht. Jaden, en als je losgaat... Ga je automatisch gewoon omlaag. Er kan niks gebeuren. Eén hoger. Oké, okay, goed zo. Ja, klim maar gewoon naar boven. Ja. Dan zie je toch als je Jelisha de baas video bekijkt. Hè, Jason en Jelisha die gaan hier sneller overheen dan Jaden. Puur vanwege het evenwicht. De andere twee die lopen zeg maar er echt overheen. En hij is ook echt zijn evenwicht. Ja jong, de allerlaatste. Zie je nou dat jij het kan? En dan mag je daarop gaan staan. Lukt jou dat? Goed zo, evenwicht bewaren. En dan heb jij het bereikt. Oh, pas op. Je gaat stoten, pok. Ja. Hey, en dan ligt hij. Ja, dan moet je terug naar boven klimmen. Moet je nog een keer doen. Ja, je moet op de stip landen. Hey. Ja. Zo kom je er wel. Ja, klim maar rustig door, jong. Word je moe? Mijn nek doet pijn. Oh, doet je nekpijn? Hoe dat dan? Door de helm. Oh, door de helm. Ja, maar je moet je op, jong. Want als je tegen de paal stoot, dan ben je blij dat je het helmpje op hebt. En vasthouden, hè, want je krijgt een beetje weerstand. Daar kan je draaien. Nee, ja, jij hebt hoogtevrees wanneer het je uitkomt. Ik vang je op. Kijk eens hier, Jaden. Jaden, doe de ogen toe. Doe de ogen toe. En het is achtervoet vallen. Deze zon gaat straks helemaal omlaag. Ja. Ja! Nou. Hey. Ja, ik heb het ook dicht gedaan. Toppie. Met mijn ogen. Wat was je nou aan het huilen dan boven? Dat was spannend, hè? Hey. Ja. Maar je kon toch gewoon springen? Waarom durf je nou in één keer niet dan? Omdat je zo helemaal los was, was dat een beetje akelig gewoon. Ja. En dan heb je toch gedurfd, hè? Met de ogen dicht. Met de ogen dicht. Ja, maar dat vind ik wel heel goed van jou, dat je ook met je ogen dicht kan. Welke gaan we nu doen? Met die plank, weet je wel. Met die plank? Ja. Dan moeten we onder dat ding door. Oké, dan gaan we onder dat ding door. Ja, en dan? Deze. Oh, deze plank. Ja, dat is lastiger dan je dacht, hè? Dit zijn de handvaten, zeg maar. Dat zijn de pedalen. Hoe noem je dat? Waar je op staat? Een voetsteunen, ja. Een stukje is plastic gewoon. Een stukje plastic. Goed zo, de trappetjes. Hé, hey, maar hij staat er wel weer lekker voor, hè? Hij heeft ook zijn steekkontjes als mama. Mama heeft een steekkont. En Jaden heeft een steekkontje. Klaar, kom maar, joh. Ja!
hartstikke zuur. Poink. Goed zo, wat ga je doen? Eigenlijk is het wel een prachtig systeem voor kinderen. Als we alle kinderen zo'n tuigje opdoen, dan kun je net bij de supermarkt als winkelwagentjes aan elkaar klikken. Ben je een kindje zat, dan laat je bij de supermarkt zeg maar achter. Dan klik je kindje, klik je vast. En dan klik je ander kindje, klik je los en dan neem je die gewoon mee. Dus als één kindje vervelend is, pak je een ander kindje mee. Zou het ideaal zijn? Ja, schat, dat doet wat mannen gelden. Zet ik jou vast, neem ik eentje meer, dat ik genoeg ben, kom ik terughalen. 3, 2, 1. Oké, jongen, de tijd loopt. Kom maar. Schiet maar op. Hop, 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 hop. Nou, je kan dat, hè. Druk maar op die bel. Ja, en dan weer opzeilen, Jenny. Je loslaten. Goed zo, jongen. Goed zo. Hey. Hey. Veilig land. High five. Ja. 7, 3. 73 seconden. Goed, heel snel. Goed zo, Jaden. Go, Jaden. Go, Jaden. Jaden is de beste. Want hij is ook lief. Ja. Oh, daar komt hij. Zo. Jaden gaat klimmen in een gletsjer. Hij gaat namelijk deze wand doen. Dat was de muur. Ja. En dan heb je ook een puntensysteem. En dan wil ik even kijken. 10 punten, gebruik alle grepen. Gebruik alleen de lichte. En alleen de donkere. Ik dacht zonder grepen boven mijn 20 punten. Ja. Nee, je moet er weer in. Ik zal je helpen. Hop. Allee. Juist. En dan verder naar boven. Goed zo. Dat is pijn gedaan. Gina? Dus ik begrijp dat je deze niet meer wil doen? Nee. Oké. Okay. Wat ga jij doen dan? Ben je klaar? Ja. En jij hebt nog 10 minuutjes. Wil je niet meer? Nee. Nee? Oké. Okay. Jij bent de baas. Stop maar ermee. Moet ik ook? Ja. Nu gaan we wedstrijdje doen. Mama, opvallen, dat maar niet klopt. Hij is naar boven. Hij kijkt dat je kan vliegen of zo, hè? Hij gaat er snel heen, hè? Kijk, we gaan, hè? Als een baas door dat kindertoestel heen. Oh, oh, oh. Ho, ho, ho. Hoe gaat het, baas? Goed. Goed, zegt hij. Oeh, dat zag er pijnlijk uit, jong. Nee. Deed geen pijn? Goed zo, baas. Gaan we nu doen? Had jij niet genoeg chocola vandaag? Nee. En wat zit erin? Oh, een ei. Dankjewel. Zal ik hem openmaken? Ja, lukt het, baas. Nee. Chef wil geen hulp? Nee. Je moet me trekken. Je moet me trekken. Haar. Kijk, je zit in de lucht. Oeh. En natuurlijk kiest hij de groene baan.
Hey, waarom ging je niet op blauw? Dat is mooi. Nee, niet dat is zo mooi. Vind jij groen de mooiste kleur? Ja, dat was mijn lievelings. Dat is jouw lievelingskleur, hè? 3, 2, 1, go! Ja! Yeah. Oh, hij gaat winnen! Dan ga je voor een meter. Gewonnen! Ja, gewonnen! En nu wil ik in een autootje. Dus ik in de aero. Hij lijkt echt op jou, hè, jongetje? Zo. Commandeert ook de hele dag door. Oké, baas, kom maar. Het is ook elke video van wie is de baas hetzelfde. Altijd naar de McDonald's. Hé, hey, hij is dicht. De Mac is dicht. Hé, hey, dat is jammer. Sorry, baas. Geen McDonald's. Nou, toch wel. De auto. Happy Meal. Hey, Happy Meal, kijk eens. Pokémon kan je erbij pakken. Of een boekje. Ik wil geen Pokémon. Frietjes aanklikken. Of worteltjes. Wil je geen worteltjes? Nee. Nee, maar ze kun je ook worteltjes bij nemen. Is wat gezond. Is dit? Ketchup. Ketchup. En daar andere frietsoos. Mayonaise. Ja. Oké. Okay. Mandarijntjes of worteltjes? Nee. Je moet altijd eentje aanklikken. Kies maar, klik maar eentje aan. Mandarijn liever dan wortel. Dan kan je een soort drank, water, melk, sinaasappelsap, nog een keer sinaasappelsap of dan danoontje. Andere dranken. Chocomel, fristie. Oh, dat is zwaar. Ja, zwaar, hè? Wat wil je? Is fristie? Dit is cola. Ja, cola. Je heeft het niet aangeklikt. Ja, we hebben cola aangeklikt. Nou, afrekenen maar, inderdaad. 400. Ja, geen nummer 400. Wat is dan? Lees dat eens op. Weet ik niet, zeg jij. Nee, dat is makkelijk. Kom op, baas. Wat is het? 44. 44, ja, en die 1 staat voor? 41. Nee. 144. Als je 3 cijfers hebt, dan is het een 100 getal. Dus 2 cijfertjes 10-tal. 3 cijfers 100-tal. En 4 cijfers is 1000-tal. Dus dit is. 140. 144, ja. 144. Dat staat daar. Oké. Nou, dat is jouw Happy Meal. Pokémon! En je wilde echt een Pokémon? Jawel, paarse. Nou, gefeliciteerd ermee dan, hè? Ketchup, frietsaus, hamburgertje, frietjes. Wat wil je nog meer? Granaten eten, ijsje. Nou, Jaden. Maak ze niet onderhalen. Met de andere hand vastpakken. Dan maken we gewoon weer eens een mooi ijsje maken. Vegan, zei. Allemaal. Wat voor saus wil ze erop? Karamel en chocola. Chocola. Ja, prima. Wat zei ze dan, Chad? Dankjewel. Oh, nou. Zo, je hebt gelast van je tanden, geloof ik, hè? Nee. Hey, wie is het hier aan het trekken? Alsof het een koor is. Dat is geen koud. Nee. Maak maar een deur voor me open. Wat denk je zelf? Nee. Inderdaad, nee. Want wie is de baas? Ik! Niet meer. Ik ben nu de baas, want de tijd ik is voorbij. De tijd is voorbij. De andere kinderen komen thuis, dus dat betekent dat de tijd voorbij is. Je hebt de hele dag de baas mogen spelen. Maar we gaan nu de video afsluiten. Nee, ik ben de baas. En dan ben ik weer de baas. Tot ziens. Ja? Ik mag voorzitten. Nee, want je was niet meer de baas. Dus hoppa, achterin. Dit is Tom. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.